Oké, okay. waar gaan we dan? Oké, okay. hallo iedereen. Um, Oké, okay. allereerst zou ik willen zeggen uh, dat dit een video is waar ik al maanden tegenop zie om te maken. Uh, maar aan de andere kant uh, zal ik ook heel blij zijn als deze video uh, eruit is, online staat en er dus voor iedereen uh, duidelijkheid is. Want waarom ben ik verdwenen? Wow, weer voor het dramatische effect. Voor de mensen die het niet wisten: ik heb al jarenlang uh, een passie voor filmmaken. Al vanaf dat ik begonnen ben met YouTube-video's maken, heb ik ook een passie voor het filmmaken. Dus uh, het omzetten van een verhaal of idee uh, naar het daadwerkelijke video. Dus het filmisch verfilmen van uh, een verhaal. Dat is iets heel anders dan dat ik op Creator Tools deed, waar ik elke week een uh, review plaatste over een, een tech-product. Creative tools ging voor mij dus ook eigenlijk het afgelopen half jaar uh, steeds meer als een uh, als routinewerk voelen. Als een soort van verplichting eigenlijk. Ik wil namelijk meer avonturen beleven, uh, meer kennis opdoen en meer kennis verspreiden over, over film maken. Uh, ik wil niet alleen hier zitten en een camera reviewen, maar ik wil heel graag op pad gaan met die camera en daar coole shit mee maken. En mijn passie hiervoor werd eigenlijk steeds meer weggedrukt. Um, jullie denken misschien, het is één, twee keer per week een videootje. Uh, maar achter de schermen gaat er gewoon veel meer tijd in zitten dan wat jullie misschien denken. En dat is ook de reden dat ik uh, Shoot That Video ben gestart. Mijn nieuwe YouTube kanaal uh, van mij uh, voor beginnende filmmakers. Uh, alleen daar hebben jullie ook al een hele tijd niks van mij gezien. Ja, voor degenen die mij op Instagram volgen, die weten waarschijnlijk dat ik al heel lange tijd aan het vechten ben tegen een hooggehalte perfectionisme. Uh, zeker als het aankomt op um, filmmaking. Uh, omdat filmmaking zo dicht bij mij ligt en het echt mijn passie is, um, wil ik ook continu uh, het beste laten zien van wat er kan. Maar het probleem is, er is nooit iets perfect. Dus blijf ik eraan werken. Dit is ook iets wat ik heb verteld in mijn eerste video op Shoot This Video, dus dat YouTube-kanaal. Voordat ik een tijd lang van de YouTube-aardbodem verdween. Uh, maar eigenlijk ben ik dus bang geworden om, om, om daarmee te starten. En dus koos ik voor de makkelijkste weg, en dat is gewoon wegvluchten uh, van heel YouTube. Nou, Joey, wat heb jij dan in de tussentijd gedaan? Nou, ik heb mij de afgelopen maanden vooral gefocust op klantopdrachten. En op die manier heb ik ook heel goed vanaf een afstand naar het geheel kunnen kijken. Zo heb ik dus uitgevonden dat perfectionisme een heel groot probleem van mij is. Want dat wist ik eerst nog niet. Um, en ik heb ook een aantal keuzes kunnen maken. Ik heb met Creator Tools op dit channel altijd hele toffe content mogen maken. Denk aan toffe events. Denk aan producten voor de, als allereerste testen. Denk aan mijn eigen event organiseren, waarin ik heel veel van jullie kon ontmoeten. Uh, denk aan ambassadeur zijn van toffe creative tools zoals de GorillaPod. Ik kan voor deze tijd dus ook echt niet dankbaar genoeg zijn, uh, maar op dit moment moet ik gewoon de ballen hebben om de content te maken waar ik diep van binnen echt gelukkig van word. En dat zijn ook nog steeds informatieve video's, alleen zijn dat geen productvideo's over van alles en nog wat. Maar dat zijn informatieve video's gericht op filmmaking op mijn nieuwe Engelse YouTube-kanaal Shoot That Video. Dus wat nu? Mijn perfectionisme zal namelijk niet vanaf vandaag opeens verdwenen zijn. Maar wat ik wel ga doen is vanaf vandaag mij elke week forceren om een stukje content te maken en te plaatsen. Een stukje waardevolle content elke week, zoals ik hier op Creative Tools ook jaren heb gedaan. Beginnen met de video die op dit moment op Shooted Video online staat, waarin ik mijn hele persoonlijke verhaal vertel. Ik wil jullie echt heel graag bedanken voor alle mogelijkheden die ik heb gekregen omdat mede jullie naar creative Tools keken en jullie support is daar natuurlijk een onderdeel van geweest. En ik hoop dat als je filmmaking interessant vindt, dat je met mij mee verhuist naar het nieuwe Engelse YouTube kanaal Shoot That Video. Waar ik dus mijn nieuwe content ga maken. Uh, dat kan via de eerste link hieronder in de beschrijving. Of uh, op het i'tje uh, hier rechtsbovenin kan je gelijk mijn nieuwste video zien. Dan uh, wil ik jullie hoe spijtig ook bedanken voor het kijken naar deze video. Maar natuurlijk ook bedanken voor het kijken naar alle andere video's van de afgelopen 2,5 jaar hier op Create Tools. Uh, vind je filmmaking nou niet interessant, uh, maar wil je wel op de hoogte blijven van mijn leven, of dat mijn kapper nog steeds dood is bijvoorbeeld, dan kan dat door mijn persoonlijke Instagram te volgen. Daarvan heb ik ook een linkje in de beschrijving gezet. Uh, maar ik hoop je natuurlijk eigenlijk heel snel te zien op het nieuwe kanaal Shoot That Video, uh, bij de nieuwste video die nu online staat. Dus uh, ja, bedankt. En tot ziens. Dat was hem.